We gaan weer verder de Crystal Caverns verkennen. Aan de linkerkant deze keer. We zijn net aan de rechterkant geweest. Ik ga nu proberen aan de linkerkant te kijken wat ik hier nog gemist heb. En daarvoor zullen wij omhoog moeten. Hier ligt een item. Shopkeeper's key. Shopkeeper's key. Made in the likeness of a shopkeeper. Dat is handig, denk ik. Die deur zit dicht, die deur zit ook dicht. Ik moet hier onderlangs. De shopkeeper's key. Dit zit allemaal gesloten. Ja, wat ik zeg, de shopkeeper's key. Dat klinkt als een handige item. Dan zal ik vast ergens een gesloten shop tegenkomen. Waar ben ik, joh? Hé, hey, er staat weer zo'n dude. Hij is een geleerde, blijkbaar. Wat is hier dan nog meer? We kunnen naar beneden weer hier. Ik kan hier niet omhoog, want ik kan niet hoog genoeg springen. Daar ligt een item. Daar moet ik eventjes een bijzondere springtactiek voor gebruiken. Zie je dat? Hey! Wanderer's Journal. Die hebben we al vaker gevonden. Gesloten deuren. Die is nu open. Die killen we allemaal. Dan kunnen we hier naar beneden. Dit is weer een nieuw gebied. Daar ligt een dooie. Ketting naar beneden en daarnaast een ketting omhoog, zodat we beide kanten op kunnen. Goed om te weten. Weer een hendel. Ook goed om te weten. Ja, hier is iets, ik voel het. Er staat een heel groot bord. Kijk eens wat een beest hier bovenaan. En daarboven is ook weer zo'n bangerik. Ja, zo ver kan ik niet komen, denk ik. Nee, dan moet ik er nog een extra double jump skill voor krijgen, denk ik. Als dat bestaat. Klinken hier weer spannende geluiden. Ik kan hier niet heen. Oh, ik kan daar sowieso niet heen. Dit is een parcours wat ik in één keer af moet leggen, denk ik. Dit kan, dit kan. En dan, wat adviseren ze mij hier? Ik kan van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar, naar daar, naar daar. Naar... Kut, verkeerde knop! Naar hier, oké. Okay. Ik leef. Ik ben ook door mijn energiedingen heen. Oh, hier zitten energiedingen. Wat een timing. Gevaarlijke lasers. Die timed zijn. Dus daar kan ik doorheen als ze zijn uitgewerkt. Bijzondere techniek. Wordt hier ingezet. Ik druk weer een verkeerde knop. Dit is een verkeerde knop. Waarom doe ik dat dan ook?
die. Rustig, ik druk weer op de verkeerde knop. Waarom doe ik dit steeds? Ik weet wat ik moet doen. En ik druk op de verkeerde knop. Dat is helemaal niet slim. Maar ik ben er doorheen. Ik kan hier naar beneden. Boekenkasten. Hier is een route naar beneden. Waar kom ik dan uit? Oh, dat gaat wel heel snel. Hier is niks. Een grote ravijn. Ja, dit gaat instorten. Dat zie ik aan alles. Inspect. Consumed the crystal heart. Hold S while on the ground or cling to a wall to concentrate the force. Blast forwards and fly three. S! Nog een knop erbij. Nu heb ik 5 knoppen die ik moet bedienen met 3 dingen. Hold S, super dash. Dit is wel effectief. Een nieuwe skill. Waarmee ik dus ook op nieuwe plaatsen kan komen. Ook vanaf de muur, zei hij. Ja, kijk eens. Nu kunnen we op meerdere plaatsen komen. Met deze super dash. Dan kunnen we ook daarboven verder. Of hier links. Willen we naar boven of willen we naar links? Gaan we naar boven. We gaan wel naar boven. Super dash. Daar is een gesloten deur. Daar ben ik geweest, hoef ik niet heen. Hier kan ik verder omhoog. Ja, dat kan. Kan ik hier in? Wat is hier dan? Niks. Wat is hier rechts dan? Ik kan niet super dash omhoog, denk ik wel. Nee, alleen vooruit. Daarvoor moet ik een extra high jump hebben die ik nog niet heb. Dus dan moet ik toch naar links. En dan daar vandaan verder omhoog, vermoed ik. Nee, dat kan niet. Nee, ik kan daar niet omhoog. Daaronder is nog een plek waar ik met een super dash langs op zou kunnen. Zullen we dat dan proberen? Moet ik even de goede locatie vinden. Mij is dat dan hier en dan naar links. Hier is een super dash locatie volgens de map. Dit ziet eruit als een super dash locatie. Kijk, het is een super dash locatie. En daarna val ik gelijk naar beneden. Waardoor ik helemaal aan het begin moet beginnen. Dus ik moet ook nog tactisch zijn in de Super Dash. Zo.
Een super dash met tactiek. Oeh, het was eventjes... ging niet goed. Dit gaat wel goed. En dan kan ik hier naar links, maar ik kan ook naar beneden. Zullen we gewoon eens kijken wat hier beneden dan is? Dat zijn weer mijnen. God, die mijnen. En ik hoor weer iemand huilen. Kijk eens, een extra beestje om te redden. Oh, is het? Het was een mimic. Hij was verstopt als grub, maar hij veranderde in een vijand. Om mij voor de gek te houden. Dat vind ik eigenlijk niet zo chill. Terwijl ik hier een hele grote lift vind. Die brengt mij naar Crystal Peak. Ik ben een dirtmout. Peter. Hey, een geest. Gravedigger. Wat? Waarom verschijnt daar in één keer een gravedigger? Goeie vragen. Die mapshop, heb je nog wat nieuws? Bafanada. Whispering Root Pin. Nee, ik ga eerst even naar de gewone shop. Die kan mij het licht verkopen voor 1800. Daar waren we net ook al naar op zoek. The key to my storeroom. In the old mines. Ja. Yeah. I can sell you some of the rare stock. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Elegant key. Ja, die darkness light, die wil ik sowieso wel kopen. De rest kan ik niet betalen. Oh, jawel, hier. Stowed shell heavy blow sprint master. Holding it lets you run around. Ja, boeien. Heavy blow, harder slaan. Vind ik ook wel handig. Oké. Moet ik even bij dat bankje kijken. Voor het instellen van die notches. Want waar is nu mijn licht dan? Of hoe gebruik ik dat? Increases the force of the nail, causing enemies to recoil further. Ik heb wel een goede haal ik die eruit. Oh, die kost weer 2. Die kost weer 2, dat is dan niet handig. Ik wil een andere die 1 kost. Dashmaster. Insol when taking damage. Nee, dan wordt het toch die ik net had. Ja. Maar die light, hoe werkt dat dan? Brightens dark caverns, so wanderers can find their way. En dat gaat dan, denk ik, automatisch. Geen idee. Ik denk dat het automatisch gaat. Brightens up light... Brightens up light caverns. Goed zo, Toemes. Ja, maar ja, goed. We hebben nu dus weer een skill gevonden. De super dash vliegapparaatmachine. En daar gaan we even een checkpointje van maken. En dan gaan we daarna een donkere grot opzoeken om te kijken of het werkt. Ik hoop dat samen met jullie te doen. Zie ik jullie graag weer in de volgende video.